Dat gedingel, dat gedokkel op die snaren, zeg eens wat. Over hoe, waarom, waartoe, over wat. Ze hebben er toch recht op, de planten, de bomen, de schimmels. De koeien, ze hebben er toch recht op. Anders de mensen wel. Die planten, die bomen, die schimmels, die koeien, die vlooien, die cellen, die zandstormen, die weten misschien niet dat ze niet weten. Denk ik. Maar die mensen weten wel dat ze niet weten. Denk ik. Weet ik. Dat ze doodgaan, weten ze. Dat peper je ze in. Maar waarom? Waartoe? Jij houdt je bek. Speelt je riedeltjes, je laddertjes. Zij gaan op zoek komen in de buurt, denken ze. Hopen ze. Meestal een dwaalspoor. Een cul-de-sac. Klootzak! Massamoordenaar. Machtswellusteling. Laat eens een scheet. Bloed eens. Sterf. Of zeg iets. Ik begrijp het. Het model, niet de wiskunde die erbij hoort. Liefvelden, Grassmann-getallen, Calabi-Yau-ruimtes. Ik bedoel, snaren. We hebben het over snaren. Ik hoor de muziek, maar ik begrijp de trillingen niet. Nee. Trillingen begrijp ik, kan ik me voorstellen. De muziek die ze veroorzaken ook, de mathematische schoonheid, zeg maar, kan ik me voorstellen. Maar? Ik hoor haar niet. Die muziek? Nee. Ja, zoals
gluonen zich ook al als snaren gedragen, als elastiekjes. Gluonen. De dragers van de sterke kracht die de atoomkernen bij elkaar houden. En die atoomkernen bestaan uit protonen en neutronen. En die bestaan weer uit ieder 2, 3 quarks. En daar heb je er weer 8 van. De up en de down, de top en de bottom, de strange en de charm en dan nog 2, geloof ik. En behalve een bepaalde lading en een bepaalde spin, heeft zo'n quark ook nog een bepaalde kleur, rood, blauw of groen. Maar dat heeft weer niets te maken met onze kleuren, rood, blauw en groen. Net zo min als een elastiekje iets te maken heeft met een gluon. Al houdt zo'n gluon wel 2, 3 quarks bij elkaar. En is nog nooit iemand erin geslaagd dat elastiekje kapot te maken. Dat gluon. En de theorie is dat om al die kleine deeltjes, al die gluonen, al die quarks, al die kleuren te verenigen met de grotere gehele, dingen, stelsels, de grote afstanden, de zwaartekracht, de sterren, de planeten, de galaxies. Wat Einstein allemaal heeft bedacht, dat een klok krimpt naarmate je er harder aan borduurt. Hoe meer je van iemand houdt, hoe minder er van diegene overblijft. De theorie is, er zijn snaren. Alles bestaat uit snaren. En iemand bespeelt hem? Ja? Nee? Alles bestaat uiteindelijk uit, zeg, snaren en die trillen. Waarom? Anders zouden wij niet bestaan. En daarom trillen ze? Om ons te laten bestaan? Terug bij af. Bij af? Dat wij het middelpunt zijn. De aarde draait niet om de zon. Taal is een virus, las ik. Ja,